Dank u. Wat ik op het moment merk, is dat er ongelijkheid tussen man en vrouw in de kerk bestaat. Terwijl er een ideaal is in de Bijbel ook, dat man en vrouw gelijk geschapen is. Daarom vind ik dat de paus als functiebekleder ook een vrouw mag zijn. Omdat er gelijke kansen ook binnen de kerk moeten zijn. De Rooms-Katholieke Kerk, apostel Petrus, heeft gezegd dat vrouwen en mannen zijn gelijk. Maar vrouwen hebben geen leidinggevende functies binnen de kerk, heeft apostel Petrus ook gezegd. En laten we nog even naar de universele rechten van de mens kijken, artikel 18. Iedere religie heeft de eigen mogelijkheid om de religie zo in te passen. Dus ook de Rooms-Katholieke Kerk ook, laten we dan ook even kijken naar hetzelfde verdrag en kijken naar een nog grotere norm en waarde die hier speelt in deze wereld. Namelijk gelijkheid tussen mensen. En tuurlijk, in historisch beeld is dat anders geweest. Maar tegenwoordig is het denken veranderd. Denken verandert en dat is nu ook zo. Vrouwen en man... Binnen de Rooms-Katholieke Kerk? Over de hele wereld, meneer. Op het moment is het zo dat vrouw en man ook in functie gelijk zijn. Ook een vrouw heeft recht op alles wat een man hier heeft. En tuurlijk, dan kunt u bang zijn, ja, het is de kerk. Daar hebben we vroeger heel veel problemen mee gehad. Dus laten we nu niet gaan ingrijpen. Heel leuk, heel angstig beeld, maar dat moeten we niet doen. Wij moeten zorgen dat ook de vrouw in een orgaan als dit kan zorgen dat zij een functie kan bekleden. Ja? Oké. Nou, allereerst, ik ben helemaal niet bang. Wij staan ergens voor. De Rooms-Katholieke Kerk heeft heel duidelijk gezegd, wij staan voor het evangelie en voor Christus. En dan kunnen wij heel duidelijk zeggen dat wij voor gelijkheid staan. Je moet Tom even uit laten praten. Dank u wel. De Rooms-Katholieke Kerk is ook een wereldkerk en is vooral een westers ideaal. Maar laten we niet vergeten, ook in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië, daar hebben de mensen geen probleem. Op Afrika? Heel even. Daar hebben de mensen geen enkel probleem met de man priester, want ook priester moeten vrouwen kunnen worden, maar wel met vrouwen priester. Dit is een heel belangrijk punt wat u nu aanhaalt. Ja. Afrika. Ja. Ja. Daar zitten de meeste Rooms-Katholieken in de wereld. Vrouwen daar zijn onderdrukt en worden onhumaan behandeld. Waarom? Omdat oude verroeste beelden in de kerk daar een rol spelen. En die vrouwen hebben ook rechten. Die vrouwen hebben ook recht op gelijke kansen. Hoe doen we dat? Door de vrouw gelijk te stellen aan de man, ook in functiebekleding. Daardoor krijgen we een beter Afrika, onder andere, waarbij vrouw niet onderdrukt wordt door die mensen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel duidelijk punt. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Maar niet waar het gaat om geestelijke functies. Ja, dat zeg ik ook. Niet en die gedachte, daar moet je eens uitkomen. Nee, je moet daar eens uitkomen. Kom maar even zin af. Dank u wel. Het is heel erg duidelijk, dat is niet. Want dat doen we vanuit historische gronden. Jezus heeft 12 discipelen uitgekozen. U maakt een verwarring. Nee, de Bijbel is niet een historische bron. De Bijbel is niet aangetoond als historische bron. Als Rooms-Katholieke Kerk gaan we inhaken op het evangelie, op het leven van Christus. Die heeft heel duidelijk 12 mannen gekozen. Hij zei tegen Petrus, u gaat de kerk stichten. En de nazaten van Petrus, dat waren mannen. Daar moeten we op gaan volgen. Het is heel duidelijk dat het evangelie die keuze heeft gemaakt. Maar hoe komt dat nazater? Onder andere door de vrouw. De vrouw helpt in dit proces. Ja. De vrouw is onderdeel van het proces. Dus de kerk komt blij mee. Ja, en laat die vrouw dan ook onderdeel uitmaken van de bovenste lagen. Ik vraag iets aan u, hè? Oké, ik antwoord. Mooi, ik hoop ook op een eerlijk antwoord. Is de vrouw onderdanig aan een man? Doet een vrouw onder voor een man? Vrouwen en mannen zijn binnen de Doet een vrouw onder voor een man, ja of nee? Alleen, het is heel duidelijk, de Rooms-Katholieke Kerk... Wilt u gewoon een simpele ja of nee geven op mijn vraag? Doet een vrouw onder voor een man? Nee, op het punt van gelijkheid. Mooi, een vrouw doet niet onder voor een man, duidelijk. Dus wel, we kunnen haar ook een functie laten bekijken. De Rooms-Katholieke Kerk heeft gezegd dat functies niet kunnen. Dit doen we vanuit christelijke, maar ook vanuit... Maar geef eens een onderbouwing waarom een vrouw die functie niet kan bekleden. Want anders gaat de vrouw toch naar andere katholieke kerken... De Episcopaalse kerk, de Oud-Katholieke kerk, de Anglicaanse kerk. Nee, daar heeft u totaal ongelijk. U heeft het net al over Afrika gehad. Daar hebben die vrouwen geen keuze. Daar hebben die vrouwen geen recht om naar een andere kerk te stappen. Omdat op dat moment met een botte bel haar hoofd eraf wordt gehakt. Het is heel erg duidelijk, de vrouw heeft de keuze, de kerk... Die gaat ook staat voor meneer. De vrouw. U verlacht hier feiten. Nee. U bent net een Rutte nu. U verlacht uw feiten. Oh, en u was van de JOVD. Dus dat ja, klopt. Ik ben van de JOVD. Dus maar ik probeer hier een statement te maken dat u in verroest denken zit. Die heeft 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Traditie is...
Ik ben ook